Welkom bij een nieuwe aflevering van Helmond Schout. In deze uitzending meer over bewegen voor ouderen met een elastische band. Kunstschilder Henny Achter uit Helmond laat ons zien hoe je het beste een Van Gogh kunt naschilderen. Onze kok Peter Malvliet presenteert zijn eigen recept voor een heerlijke groentesoep. Maar nu eerst lekker meedoen met Helmond in Beweging. Oké, mensen, stap maar mee. Lekker warm worden. Neem die handen goed mee. Goed doorstappen. Hou vol. Gaat die knie omhoog, komt die op, 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 op. Hou die rug goed recht. En stap weer mee. Goed die armen mee, rug recht. Gaat die hak naar de bil. Kom, hak, hak, hak. Neem die handen goed mee. En stap er mee. Lekker actief. Gaat die knie weer omhoog. Op, 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 op. Hou die rug recht. En stap er mee. Lekker actief. Handen mee. Gaat die hak weer naar de bil. En hak, hak, hak. En in die handen weer goed mee. En stap er mee. Stap hem uit. Goed die handen mee. Knieën goed hoog. Heel goed, stap mee. Op de plaats. Ga een stukje de hartslag omhoog krijgen. Veel herhaling. Op de tenen lopen. Heel goed, hou vol. Blijf hoog op die tenen. Hou een stukje balans. Nog 4, 3, 2 stappen op de plaats. Gaan we op de hakken lopen. Tenen omhoog. Hou ze hoog, hè. En stap op de plaats. Heel goed, schud even de benen los.
Even die hartslag weer omlaag. Weer stap op de plaats. Blijf goed doorstappen. We zijn weer bezig met die hartslag opbouwen. Neem mijn armen goed mee. Stap op de tenen, komt ie. Stap op de plaats. Pakken we nog even de hakken. Heel goed. Hou die balans weer. Stap mee. Heel goed, en schud los. Gaan we naar de armspieren. Zometeen kun je eventueel flesjes als attributen, als gewicht gebruiken. Zoals mijn collega hier voor zal doen. Beginnen we zometeen bij de biceps. Ellebogen in de zij. Gaat die en 1, 2, 3, 4. Hou vol. Goed door blijven ademen. Hou vol. Oké, schud even los. Schud die armen goed los. Gaan die ellebogen weer in de zij. Deze keer gaat die allebei tegelijk. Dus 3, 2, 1 en op. La. Op. 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 Hou vol. Oké, laatste. 4, 3, 2 en de laatste. Schud even goed die armen los. Pak even goed je rust. Adem in door de neus en door de mond uit. Oké, gaan we iets breder staan. Gaan we zo meteen de armen allebei zijwaarts omhoog. 3, 2, 1 en op. Laag, op, laag, op, laag. Laatste 3, 2 en de laatste. Armen laag, schud goed los. Doen we hetzelfde, doen we nog een keertje. 3, 2, 1 en op, laag, op, laag, op, laag. Hou vol. Deze gaat iets langer door. Laatste. 4. 3. 2. En de laatste. Yes, heel goed. Kom op één been staan. Andere been gaat voor en achter. Daar gaan we. Voor. Achter. Voor. Achter. Heel goed. Stukje balans in deze oefening. Voor op de hak, achter op de teen. Gaan we opzij en terug. Komt die zij, terug, zij,
terug. Blijf op het ene been staan. Hij voelt al een beetje in de benen komen. Hou vol. Heel goed. Zetten we die voet op de teen neer. Gaat de hak naar voren en terug. Draai die heup open. Gebruik juist die heup bij deze. Lekker swingen. Heel goed. Gaan we op het andere been staan. Van vooraf aan. Dus voor, achter. Voor, achter. Heel goed. Ga door. Op de hak en de teen. Ga weer opzij en terug. Komt die zij. Terug. Zij. Terug. Heel goed. En we voelen het alweer in de been. Ga door. Hou vol. Heel goed. Zet uw voet weer op de tenen. Gaan we weer naar voren en terug. Weer vanuit de heup goed opendraaien. Heel goed. Je mag voor jezelf met twee benen lekker afwisselen. Niemand die kijkt, je staat thuis lekker in de woonkamer. Dus ga helemaal los. Net zoals vroeger. Schudden met die billen. Heel goed. Ga door. Wissel voor jezelf af. Gebruik die heup, die knieën, die enkels. Alles goed. Ga door, hou vol. Heel goed. Schud nog even de benen goed los. Heel goed. We zijn bij de cooling down aangekomen, dus kom lekker ontspannen staan. En draai met de schouders grote rondjes. Voorhoog en achterlaag. Andere kant op draaien. Achterhoog, voorlaag. Maak grote rondjes. Kom weer helemaal tot rust. Heel goed. Pak je hoofd vast. Hand over het hoofd. En trek je hoofd richting je schouder. Doe dit lekker rustig aan en hou even vast. Kom terug naar het midden en wissel van hand. Pak je hoofd weer vast. Trek hem weer naar de schouder. En terug naar het midden. Wissel nog een keertje. Pak je hoofd vast. Trek hem naar je schouder. Hou vast. En weer terug naar het midden. Laatste keer wisselen. Pak je hoofd weer vast. Kijk opzij. En terug naar het midden. Heel goed. Laat de arm rustig hangen. Dan kijken we omhoog. En kijk omlaag. Kijk omhoog. En kijk omlaag. Heel goed. Kijk weer recht vooruit. Pak je danspartner vast. En dan gaan we op en neer met de muziek. Raak hem niet kwijt. Hou vast. This is lovely and rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love. Heel goed, laat de handen naar voren. Gaan we piano spelen. Alle vingers goed gebruiken. Voel ze zitten. Zitten ze er allemaal nog aan? En als dit goed gaat, pak we even de tenen erbij. Wiebel met die tenen. Heel goed. Zet de voeten dichter bij elkaar. En loop met je voet hakken tenend weg van je andere voet, tot je niet verder kan. Dan gaan we terug. En dan gaan we de andere voet verder. Heel goed. Kom stevig staan. Pak een grote hap lucht. Adem in. Strek uit. En adem uit. Adem in. En uit. Laatste keer, adem in. En uit. Rechterbeen bij de linker. Handje bij de buik. En een diepe buiging. Dank jullie wel. Welkom bij Helmond Schout.
Bewegen met een elastische band is populair. De LEF-groep die brengt daarom een speciaal beweegboekje en een instructiefilm uit voor ouderen. Oefeningen die gericht zijn op kracht en uithoudingsvermogen. Je zit op de helft. Hou vol. Blijf doorademen, blijven lachen. Nina en Iva, twee stagiaires van het Zoemer College, maakten de film en het boekje over bewegen met de elastische band. Dat gebeurde in opdracht van de LEF-groep. Nou, mensen hebben heel veel thuis gezeten. En in de coronatijd is één ding wel heel erg duidelijk geworden. Zitten, daar worden niet beter van. Het is lie-by en in principe is het gewoon zo dat het heel moeilijk is om aan jezelf te werken. Dus we meenden gewoon ook dat we iets moesten maken wat je gewoon altijd kan doen. En zeker ook voor je mentale gezondheid is het goed als je blijft bewegen, omdat je gewoon dan toch wel impulsjes geeft aan je geest. Een elastische weerstandsband van 1,50 meter. Dat is alles wat je nodig hebt bij deze vorm van fitness. Maar om daar vervolgens een film en een boekje over te maken, dat is wel even wat anders. Je moet over heel veel dingen nadenken. Wat voor soort oefeningen ga je gebruiken? Hoe is de opzet, opmaak van het boekje? Ik dacht, binnen een week kun je misschien twee weken een boekje in elkaar zetten. Maar nee hoor, daar hebben we heel lang over moeten doen voordat alles klopte, zeg maar. Hoe kom je over op beeld? De achtergrond, de geluiden waar je mee te maken krijgt. En oefeningen inderdaad die je gaat bedenken en die je één keer doet. En dan moet het opnieuw en dan worden de oefeningen natuurlijk ook voor mij best wel zwaar. Dus dat zijn allemaal dingen waar je wel tegenaan loopt. Er zijn heel veel oefeningen te combineren. Waar de dames ook mee bezig zijn, zijn oefeningen die in bepaalde spiersectoren zitten. Maar andere sectoren werken mee. Dat betekent dus dat je hele lijf bezig is om te bewegen. En doordat het kracht is, trekt het aan de botten. Doordat het botten aan getrokken worden, hou je je botten ook sterk. Omdat je wel nieuwe botaanmaak hebt. Dus het werkt op alle niveaus. Voel je het in je buik, Nina? Ja. Voel je het? Oud-hockey-international Fieke van Grinsven-Boekhorst begeleidt het project. Volgens haar is blijven bewegen bijzonder belangrijk. Het feit dat je bezig bent om aan jezelf te werken, in plaats van met je billen in een stoel te blijven zitten, betekent al dat je heel veel impulsen aan jezelf geeft voor je gezondheid. En wat je ook hebt, nou, op dit moment ben ik bezig in een chemokuur, omdat ik bezig ben om te herstellen en te genezen. Nou, ook nu is voor mij bewegen een ontzettend belangrijke pijler. Dus ook al heb je iets, gebruik het bewegen als een extra medicijn. Voor mensen die mee willen doen, geeft de LEF-groep 30 elastische banden weg. Gratis op te halen bij de receptie aan de Penningstraat 55 in Helmond. De instructiefilm vind je op de website van de LEF-groep. Volg dan wel deze tips. Rustig opbouwen en merk je dat het echt te zwaar wordt, even iets minder. Niet meteen gaan forceren. Dat, Aantal herhalingen maakt in principe niet uit. Het gaat ervoor uit dat je ook een beetje bekend raakt met de elastische band. Want ook dat hebben we nog niet veel gebruikt. Het biedt je kansen. Het biedt je kansen om te zorgen dat je langer in je kracht blijft. Langer zelfstandig blijft. Langer fit blijft. Je weerstand gaat omhoog met de weerstandsband. Goed gedaan. Vincent van Gogh is al jarenlang het voorbeeld voor kunstschilder Henny Achter uit Helmond. Hij schildert de meester na, maar maakt ook eigen werk in Van Gogh-stijl. Henny werkt momenteel aan honderden schetsen, geïnspireerd op de meester. Uitvalsbasis voor Henny is Nuenen, waar Van Gogh anderhalf jaar woonde. Die is hier aangekomen 1883. Van Gogh die werkte heel snel, hè? Die maakte ooit 3 tekeningen op een dag. Dus die waren zo gedreven, hè? En dat is nou wel juist mooi, hè? Ik ben ook gedreven, mij laat dat niet los, ik ben er elke dag mee aan de gang. En dan denk ik, hoe zou hij dat gedaan hebben, hè? Wat voor perspectief gebruiken die? Wat voor fouten maken die? Hij maakt ontzettend veel fouten in het begin met tekenen ook, hè? Dat er geen bal van klopt, hè? Aardappelleters ook, er zitten wel 3-4 fouten in. De fascinatie voor Van Gogh is groot. In Nuenen werkt Henny vooral aan schetsen in Van Gogh's stijl, die hij ook verkoopt. Wat ben je daar aan het tekenen? Kijk, ik ben nou de boerke, maar ik ben er nog niet uit. Geef ik hem een herk of geef ik hem een riek? Dat komt dadelijk wel, weet je niet. Thuis bij Henny in Helmond hangen er diverse eigen gemaakte Van Goghs aan de muur. Maar ook andere werk dat zijn vrouw mooi vindt. Henny merkte al op vroege leeftijd dat hij talent had. Zijn leraar in de 6e klas zag het ook, maar die maakte er misbruik van. In plaats van taal en rekenen, liet hij mij schilderen. Dus ik kwam helemaal niet meer aan rekenen toe en ik heb er zo'n 20 stukken heb ik dat gemaakt. En dan zei ik, dan moest ik, en dat waren allemaal religieuze stukken, zou ik zeggen. Hè? De kruisiging en zo, en noem maar op. En als ik die dan klaar had, dan zei ik, wat gaan we er nou mee doen? Ja,
die komen in de kerk te hangen. Maar ik heb ze nooit gezien, ze hebben nooit in de kerk gehangen volgens mij. Echt waar. Dat is niet 1880, hè? Zoals ik het zie. Dat was, want dat deden ze ook niet, hè, in 1880, die paaltjes zetten, hè. Alles was gewoon weiland. Dit is meer modern. Dit is iets moderner. Denk dat het ongeveer 1930 is. Het maken van schilderijen is altijd een hobby gebleven. Hij heeft er honderden gemaakt. Och, ik heb het hele oeuvre van Van Gogh heb ik eigenlijk geschilderd. Ik kan hem perfect namaken. Als ik ervoor ga zitten, dan ben ik niet eerder tevreden voordat je ook echt die looks hè. En er moet verf op zitten, hè? Niet met terpentine schilderen, bij wijze van spreken. Hè? Als je dat voelt, er zit verf op, hè? Dan moet verf zitten. En dat vind ik dan wel wat we hebben. En die had misschien wel rijk kunnen worden met schilderen. Toch ziet hij dat niet als een gemiste kans. Als je voor het geld werkt en je hebt ervoor geld, dan kom je ook niet meer tot mooie dingen. Want een mooie schilderij maken, dat is een gevecht, vind ik. Dat gaat niet altijd makkelijk, hè? Plezier hebben in jouw werk is belangrijk, zeg. Heel belangrijk, natuurlijk. Want als je niet meer zou kunnen schilderen, dan had jij een probleem. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ik wou het liever met mijn benen kwijt, zou ik zeggen, als dat ik niet meer zag. Dat zou nog veel erger zijn. Of dat ik bibbelde voort, hè? Dat ook, hè. Ja. Dan kon ik ook niks meer maken, hè. Voorlopig blijft Henny zijn schetsen maken in Nune. Maar het echte schilderwerk komt er ook weer snel aan. Als het goede weer is, zet ik mijn nezel daar in het veld. Dat is ook mooi, hè. Lekker rust, vrouw in buksje, hield ze haar mond dicht. En dan zit ik te schilderen. Prachtig. Hoor, boterham en kaas erbij. Kelletje kapot. Zo is het toch? In Peters pannetje vandaag weer een heerlijke maaltijd. Onze tv-kok Peter Malvliet maakt op geheel eigen wijze groentesoep met toast. Heel gemakkelijk als je weet hoe je het moet doen. Welkom bij Peters Pannetje. Vandaag maken we een groentesoepje. Een groentesoepje met iets extra's. We gaan beginnen. Ik heb het water inmiddels al opstaan. En er zit 2 liter in. En die ga ik nu op smaak brengen met bouillonblokjes. Het water is inmiddels al op temperatuur gebracht. En voor iedere liter doe ik 4 bouillonblokjes. Ik heb 2 liter, dus er gaan 8 bouillonblokjes in. Die los ik op met de gade. Als de bouillonblokjes opgelost zijn, dan doe ik er 400 gram soepgroenten in. Dit brengen we opnieuw aan de kook. Laat hem even tegen het kookpunt aankomen. En dan, ik heb inmiddels mijn vermicelli apart gekookt. Want de moeder zei altijd, die moeten gewoon koken met de soep. Ik zei mijn moeder, dan krijg je er altijd skeeld soep van. Skeeld soep, dat wil zeggen dat de soep troebel wordt van het meelproduct wat de vermicelli afgeeft. Die ga ik nu dadelijk afgieten. En die doe ik dadelijk na het toedienen van de gehaktballetjes bij de soep. De gehaktballetjes, dus 300 gram gekruid varkensgehakt. En dat heb ik afgekruid met een klein beetje peper. De balletjes heb ik al in voren gedraaid. De soep gaat nu naar zijn kookpunt. En de balletjes die worden erbij gedaan. Ik zet de soep inmiddels een standje lager, dat je rustig aan gaat kan worden.
Ik ga nu mijn vermicelli afgieten. De vermicelli ga ik nu toedienen aan de soep. Zoals u ziet is het een rijkelijk gevuld soepje en die ga ik nu met de deksel even rustig aan door laten garen en dan ga ik voor u nu iets extra's maken. Een toast, maar wel gemaakt in een koekenpan, want niet iedereen heeft een tostijzer of een oven, ik doe het in een koekenpan. Twee sneetjes brood, een klein beetje roomboter. En die leggen we gewoon in een voorverwarmde koekenpan. Intussen ga ik voor u een kruidenboter maken. Kruidenboter, dat wil zeggen, die kruid ik af, dus roomboter, kruid ik af met peper en paprika en bieslook. Ik druk de tosti aan dat je rand rondom bruin geschroeid raakt. Als ik dit niet doe, komt die los van vanuit de pan komt die omhoog. Intussen roeren we een keer door de soep. Die mag enkele graden lager. Ik ben nu zover dat ik de soep kan gaan serveren. Dit is het menu van deze week. Een rijkelijk gevuld soepje, bruine tosti en kruidenboter. Smakelijk eten, tot de volgende keer. Dit was Helmond Schout voor vandaag. Dit programma loopt tot en met woensdag en vanaf donderdag is er weer Helmond Schout speciaal. Met daarin onder andere een optreden van troubadour Hans van Gorp in het Speelkwartier.